En dan loop je hier en dan zie je een inktvispoot en nog één. En dan denk je, het zal toch niet? Maar jawel, hier zit helemaal de inktvis. Als douche. Nou, en dan hebben we een inktvis, maar we hebben ook een draak. Dat is ook een douche. Maar een koude. Want hier is de geweldige grote sauna. Waar ben ik beland? Dit is de nieuwe Sin-suite. En Sin staat voor zonde. En dat vond ik een leuk thema om kunst over te maken. Maar liefst 3 jaar lang werkte Willemijn aan haar suite. Samen met haar vriend Ronald. Ik ben een badjas aan het... Een label op een badjas aan het stikken. Want we vonden gewone hotelkamers altijd ontzettend saai. Alles heeft grijze kussentjes en notenhout. Het is een hotelkamer onder haar eigen woning. En dat is legaal. Een hotelkamer met een beetje een sexy randje. We hebben dus ook vrienden die dan zeggen, oh, heb je zo'n kamer? Nou, dan zal er wel sperma aan het plafond zitten. En toen dachten we, dat wordt een thema. Dus we hebben allemaal spermalampjes gemaakt. Het ligt ook heel lekker. Ook al is het rond. Een deel van de kinky kunst heeft ze meegenomen uit haar vorige suite. Die moest namelijk dicht van de gemeente. Ja, ik denk dat ze het eng vonden, omdat het thema is een beetje sexy. En daar zit rood licht bij en dat vinden ze dan gelijk eng. Ik heb een manga-standbeeld gekleid, want dat wilde ik ook een keer doen. En daar komt water uit de fontein. En dit hebben we helemaal verder gemozaïekt. En hier staat in Sanskriet, in mozaïek, voor alle volkeren die hierna komen, no sex in de jacuzzi. Want dat mag natuurlijk niet. Van wie niet? Van de gemeente. Want dan wordt het een love hotel en dat willen we niet. Alle ideeën komen van Willemijn, maar het knutselen hebben, het klussen hebben samen gedaan. Ja, hoe vind je het geworden? Nou, wel mooi, ja. We hebben laatst zelf samen in de jacuzzi gezeten en heel erg zitten genieten van wat we allemaal gemaakt hadden. Dus heel leuk. Ja. Wat betalen mensen hier nou per nacht? Een nacht is 399, dus 400, maar dat klinkt minder. Ja. Maar hoor je wel eens buurtbewoners die zeggen van, nou Willemijn, moet dat nou allemaal in de straat? Nee, ze hebben het allemaal al gezien en ze zijn allemaal, hebben ze gezegd, ontzettend enthousiast en... De buurmannen vinden het goed gemaakt en dat hebben ze respect voor hoe goed het allemaal in elkaar zit en hoe degelijk het betegeld is. En het is dus eigenlijk heel degelijk. Hebben ze al gereserveerd? Dat zeg ik niet.